staan hier bij het Marinemuseum in Den Helder. Een topattractie in de kop van Noord-Holland. Waar veel te zien is voor elk wat wils. Van jong tot oud. Drie museumschepen. Onderzeeboten Tonijn. Een driecilinder, een Nederlands ontwerp. En vandaar ook geheel op zijn plek bij het Marinemuseum. Omdat nogmaals het een Nederlandse onderzeeboot is. Nederlands trots in de jaren 60, 70, 80 en begin jaren 90 van de 20e eeuw. Een oude mijnenveger uit de Tweede Wereldoorlog, de Abraham Krijnse. Dat is een schip wat in de Tweede Wereldoorlog ontsnapt is aan de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Het ramschip de Schorpioen, 19e eeuw. Het principe van het schip was letterlijk het rammen van schepen en kanonnen afschieten. Niet een echte succesvolle uitvinding geweest, doch de bepansering van het schip bleek goed bruikbaar. Daarnaast een prachtige mooie historische opstelling van 1400 tot heden eigenlijk. Een hele vleugel over scheepstechniek, schip en werf, waar mensen kunnen leren over radar, over sonar, over allerlei soorten scheepsbouw, techniek, touw, noem maar op. Een aankomende attractie in het Marinemuseum is het brugcomplex afkomstig van het voormalige fregat De Ruiter. Het zal een zeer interactief presentatie worden waarin mensen in staat zijn om via allerlei LCD-schermen zelf een missie uit te voeren. Missies die de marine heden ten dagen geheel over de wereld uitvoert. Zoals gezegd, verveel je eigenlijk geen seconde in het Marinemuseum in Den Helder.